Je komt ze dus overal tegen, die prachtige vliegenzwammen. Zelfs in Amsterdam kom je ze tegen. Zie hier de klassieke paddenstoel, rood met witte stippen. Dit is al een oudere, deze is al iets minder oud. En hier heb je een hele jonge vliegenzwam. Die moet nog wat verder groeien en dan klapt hij zo meteen zijn hoed uit. En dan komen die sporen bloot te liggen. Kijk, er ligt een kapotte. Laat even die kapotte zien, Kar. Zie je die? Ja. Dan pak ik. Hey joh, die mag je niet op. Ja, die mag je wel oprapen. Kijk, vliegenzwam. Heb je hem scherp? Ja. Het is echt een plaatjeswam. Hier tussen zitten de sporen. En als die gerijpt zijn, of hoe je dat ook mogen noemen bij een paddenstoel, dan vallen die sporen eruit. En dan vormen zich nieuwe paddenstoelen. Overigens breiden paddenstoelen zich ook onder de grond uit. Maar hoe dat allemaal precies werkt, dat weet ik ook allemaal niet meer hoor. De biologielessen op school liggen ver achter me. Nou, de vliegenzwam dus. Een kapotte, dus die kon ik oprapen. Maar de exemplaren die heel zijn, die laat ik mooi staan. Zo. Mooi.